en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag mijn kamer opruimen en ik neem jullie mee. Hoe komt eraan, dus ik wil mijn kamer helemaal netjes hebben en alles op orde hebben. En zodat alles lekker opgeruimd is en dat school goed kan beginnen. Dus, ben jij benieuwd hoe ik mijn kamer opruim en wat ik allemaal weg doe? Blijf dan vooral zeker even kijken en doe alvast een duimpje omhoog. Laten we dan maar snel beginnen met de video. Ik begin gewoon met dit, want ik heb hier ook allemaal lege parfumdoosjes. Dus ik ga het gewoon eenmaal alles eruit halen en dan zie ik wel wat ik terugstop. Ik heb het even met allerlei crèmes eigenlijk ingedeeld. En ik weet nog niet of ik het zo wil houden. En ik heb hier ook twee lege vakken. Maar dat hou ik gewoon even zo. Ik ga gewoon de rest van mijn kamer verder opruimen. En dan zie ik wel of hier nog wat in komt of niet. Dus laten we naar de plank hierboven gaan. Want daar heb ik ook nog allemaal dingen staan. Wat niet op mijn beauty stash past. Dus dat heb ik gewoon hier neergezet. Dan hier het gedeelte van de body lotions en baby olie. Nou, hier deo. Dus dit voor je lichaam. En dit is verder allemaal voor je haar. Haarproducten en zo. En dan hier gewoon zonnebrand achter elkaar. En dit blijft altijd een beetje rommelig. Want ik heb best wel veel producten. Maar ik vind dat niet erg. Want ik pak het toch heel vaak. Dus zo vind ik het helemaal prima en nu is het ook weer lekker schoon. Dus dit is de plank. Hier is dat die lettenbak met allemaal lampjes. Waar ik nog steeds twee lege gaten heb. Maar dat maakt niet uit. Nou, en hier mijn spiegel. En mijn tassen en zo. Maar dit vind ik verder heel erg netjes nog. Dus dit laat ik ook gewoon nog zo staan. Deze lange kast. Nou, hierboven heb ik het op zich heel netjes nog. Dat zijn allemaal mappen en dingen voor school. Dit is niet meer zo netjes, want dit wordt mijn nieuwe boekenvak, zeg maar, voor school. En ik heb ook net mijn nieuwe boeken binnengekregen, dus dat kan ik mooi opruimen en daarin leggen. En die doos is nog van de winactie, die bruine. En die winactie is klaar, dus die ga ik ook opsturen. Dus dat ga ik nu straks ook gelijk doen. Nou, en dit kan ik ook wel even een beetje sorteren en opruimen. Dit is altijd mijn alledaagse vak, zeg maar, met allemaal mapjes en schooldingen en theorie dingen en planner, weet je wel, dat soort dingen. Nou, dit daarachter is eigenlijk troep en dat voorste mandje, daar zit allemaal elastiekjes in, mijn knipjes, dat laat ik ze ook nog allemaal zien. En hier heb ik nog allemaal laadjes en die laadjes die moeten echt uitgeruimd worden, want er zitten dingen in waarvan je denkt, wat doet dat daar? Dus laten we beginnen. Dit laat ik voor wat het is, want dit heb ik laatst toen nog een keer helemaal opgeruimd. Daar doe ik nu nog niks veel mee, omdat we vakantie hebben, dus dat is nog helemaal clean. En ik ga beginnen met deze vak. En mij lijkt het handig dat ik al deze drie vakken even op de grond ga leggen, echt alles op de grond ga leggen. En dan ga ik kijken van oké, wat kan er weg, wat kan ik houden en dan kunnen jullie het ook allemaal overzichtelijker zien. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga deze drie vakken allemaal op de grond leggen. Oké, ik heb het hier nu allemaal op de grond liggen en ik hoop dat jullie het een klein beetje kunnen zien. Allereerst ga ik deze doos even wegleggen. Ik heb hier allemaal enveloppen en dat is eigenlijk voor mijn United Wardrobe en mijn Instagram account waar ik mijn kleding verkoop. Dat is Closet of Floor. Hieronder even in beeld. Dus dit wil ik sowieso daar nog allemaal laten liggen. Mijn praktijkboekje voor mijn autotheorie en zo, dat soort dingen. Mijn Itsy, die ga ik weer nodig hebben. Portemonnee. Oké, dit agendatje van 2018, die ga ik wegdoen. Want die vond ik heel schattig, maar
nooit gebruikt. Dus dat is echt floor. Want ik heb een planner en die gebruik ik altijd. Dus die kan weg. Sorry. Rekenmachine houden. Nou, bon van nieuwrentjes. Heel fijn, maar dat leg ik hier niet neer. Dus die ga ik even ergens neerleggen. Ik denk dat ik die gewoon mijn portemonnee ga doen en dan kan ik het altijd gebruiken. En mijn laptopdoos, die vind ik heel mooi, dus die hou ik sowieso. En dan ga ik nu even dit sorteren. Nou, camera, mijn planner. Dit is al een georganiseerd mapje met allemaal autodingen. Nou, en hier ga ik nu allemaal even tussen kijken. Een doorzichtig bakje met alleen maar lege blaadjes. Dus dat is super top. En deze camera kan weg. Die gebruik ik niet. En mijn planner leg ik er altijd op. Want die gebruik ik altijd. Dus dat was dit. En dit allemaal gooi ik weg. En deze ook. Dus dit gaat allemaal weg. Oké, nu ga ik alles weer even een beetje sorteren. Ga ik met een doekje overal langs. Zo, dat is nu ook opgeruimd. Dit is echt allemaal gesorteerd. Alles wat hierin zit is gesorteerd. Lege blaadjes en mijn planner. Lege mapjes en allemaal random mapjes met onderwerpen erin, zeg maar. Zo noem ik het gewoon even. Daarnaast mijn praktijkboekje ligt daar. Mijn portemonnee en mijn etui. Dit is eigenlijk allemaal school. Ik heb mijn laptopdoos, want die past daar perfect. Want je weet maar nooit. En dan gewoon mijn boeken en mijn rekenmachine. En daarboven allemaal mappen met ook allemaal lege blaadjes. En enveloppen, want dat vind ik daar wel een beetje bij passen. Dus dit is nu allemaal klaar. Dan ga ik nu even dit opruimen. En eigenlijk, alles wat in dat ding zit, dat heb ik eigenlijk extra gedaan. En dat zijn eigenlijk allemaal, ja, herinneringen. Dus als ik iets heel leuks heb meegemaakt, stop ik het daarin en dan kan ik het later terugkijken. Dus dat wil ik wel houden. Mijn bidon, want ik drink echt heel veel. En dan vul ik die gewoon in en dan ga ik zitten en dan drink ik het op. En daar zit allemaal random dingen in, dan moet ik even uitzoeken. En hier dus mijn elastieken, dus dat gaan we doen. Hou ik hier. Die pak ik gewoon altijd als ik in mijn kamer zit. Ja, dit is eigenlijk zo'n klein office dingetje, weet je wel. Nou, een niet-machine, die echt vies is. Een gum, helemaal onder stof. Nietjes, oh dit zijn nietjes. Nog een gum. En een kapotte vel. Dus ja, dit kan eigenlijk wel weg, want ik gebruik het niet. En alles wat hierin zit is vies en stoffig, dus ik ga dit wegdoen. En dan heb ik dus deze pot. Die ga ik zo even checken.
En deze lege pot, die hou ik puur omdat ik hem heel cute vind. Dus dat leg ik daar. En mijn elastiekbak met knipjes en dingen zit namelijk zo'n scheidingsding. Al kan het wel onderdoor, dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, dat hou ik. Nu is ook deze netjes en ga ik verder met al deze dingen. En dit ga ik net zoals wat ik net deed, alles op de grond gooien. Oké, dan weet ik nu al dat ik mijn kaarsje hier doe. Ik heb namelijk een voorraad aan kaarsen. Dat ga ik hier doen. Zo. Nou, oude portemonnee. Een beauty tasje. Die moest in deze la. En mijn andere beauty tasjes. Nog een portemonnee. Dit is heel handig als je alleen pasjes wil meenemen. Deze is ooit zelf gemaakt. Vet cute. Zo'n vogelhuisje. Heel oud. Een hartje. Heel oud. Wat heb ik hierin? Wow, wat is dit? Oh ja, dit zijn allemaal stenen wat ik ooit heb. Allemaal wittige stenen. En dat heb ik op vakantie 2 jaar geleden op het strand zitten zoeken. En dat wou ik ooit dan in een potje doen met bloemetjes erin, weet je wel. Dus dit ga ik wel houden als decoratie. En hier zitten allemaal sleutels van oude dagboeken. Ja, dat gebruik ik toch niet. Dus die steentjes leg ik hier in dit laagje. Wacht, dan doe ik het anders. Yes, oké. Okay. Nou, dan ga ik in deze spaarpot alle steentjes doen. Dan is dit een beetje de la hierboven van de decoratie. Bak van Paco Rabanne. En hier zat de geurset in. En die heb ik nu allemaal, eigenlijk ook een soort herinneringdoos. In het eerste laadje heb ik dus mijn borstels en mijn zonnebrillen. Van alles en nog wat. Dan heb ik hier mijn portemonnees, mijn kaartenhouder, doos. En dit zijn decoratiedingen. En in het laatste deze bakjes. Dan ga ik verder met mijn bureau. En trouwens, ze zijn buiten aan het boren. En weet ik vooral aan het timmeren. Dus ik hoop niet dat je dat goed hoort. Dus nu ga ik mijn bureau doen en de opstelling hou ik hetzelfde, want het werkt echt perfect voor mij. Maar ik ga het gewoon even schoonmaken allemaal. Oké, nu ga ik dit opruimen. Ik hou de opstelling wel zo, want dat had ik laatst nog helemaal gedaan. Maar ik ga het wel even schoonmaken en een beetje voor daar ligt papier, dat kan allemaal weg.
Nou, ik heb hier dus de lightbox. Ik heb hier altijd iets liggen waar ik bijvoorbeeld sleutels in kan leggen. Of gewoon een bakje waar ik even iets in kan leggen. Ik heb hier een wierookplankje. Waar ik thee uit kan drinken. En verder nog wat versiersels. Dus nu gaan we naar de volgende tweede plank. En dit laat ik ook gewoon zo, maar ik ga het alleen afnemen met een doekje. Dus mijn bureau is nu helemaal klaar. Nou heb ik nog twee dingen echt helemaal op te ruimen. Dat zijn deze laadjes in mijn bureau. En dat kledingstuk op mijn stoel. En ik begin met dit laadje, want echt jongen, het is een bende. En daar moet ik echt even wat mee doen. Oké, alles wat hierin zit ga ik even uithalen en op mijn bureau hierboven leggen. En dan ga ik jullie straks allemaal laten zien hoe ik dit weer terug ga sorteren. Want dit is eigenlijk mijn bureaulaadje, weet je wel, voor schriften en lijm en zo'n perforator en washi tape en van die sticky notes. Het is echt zo'n handig laadje is dit, dus dat gaan we even opruimen. Ik heb deze twee weer even teruggepakt wat ik weg wou doen. Dus hier kan ik misschien nog wat troep in doen, zodat het allemaal georganiseerd is. En een etui, wie weet heb ik daar nog wat aan. Dus oké, laten we beginnen. Ik heb hier allemaal lege schriften en die hou ik ook op deze plek. En ik heb het al nagekeken dat het leeg is. Dus dit is wel echt vet oude schriften, weet je wel. Maar wie weet, dan gebruik ik wat. Eerst liever de effen kleuren. Deze. En dan de gekleurde allemaal. En dan deze. Zo, top. Dat zit hier. Mijn hoesjes. Ja, nu wordt het rommelig. Dat moet ik niet hebben. Oké, deze hoesjes die horen hier niet. Oké, ik heb hier dus van die witte stickers. Een rekenmachine waar ik niks mee doe. Dat ga ik weggooien. En postzegels. Dus alleen deze twee gebruik ik nog. En dat leg ik zo. Zo, top. Dan is dit het laadje. Echt veel netter. En dan deze ga ik ergens anders doen. Oké, mijn hoesjes leg ik hierbij. Zo, dus mijn bureau is nu netjes. Dat laat je hier, dus dat gaan we nu ook uitzoeken snel. Oké, en eigenlijk mag ik niet klagen over dat ik mijn kamer een rommeltje noem, want het was eigenlijk al netjes, maar ik heb mijn kamer altijd netjes. Maar dit jongens, dit mag ik echt een rommeltje noemen. Ik zal even uitleggen, want dit is mijn elektronica laden. En eigenlijk voor alles wat. Oké, ik ga het gewoon eruit halen en dan gaan we het weer indelen. Dus ja, dat is het. Zie je, zijn mijn laden dus alweer veel opgeruimder. Oké, alles is opgeruimd en schoon. Wat ik nu net allemaal heb gedaan. Mijn beautyhoekje, die is eigenlijk altijd nog wel schoon. Ik ga het zo allemaal afnemen, maar ik bedoel meer dat de laadjes hiervan, al mijn beautyproducten, nog helemaal in orde zijn. Dus die ga ik niet aanpakken. Dat zit nog helemaal goed, zeg maar. En voor de rest, ja, is alles opgeruimd. Dus nu ga ik, dit is trouwens mijn waaier, die laat ik daar ook lekker staan, want het is super warm. Dus nu ga ik alles stofzuigen, alles met een doekje afnemen wat ik nog niet gehad heb. En dat ga ik nu doen en dan zijn we eigenlijk klaar. Get lost in violence, we always seem to get caught. It's no crime.
coincidence that we're running from the past. Forgiveness wasn't something that we had. Limitless. We're living limitless. I refuse to just exist. I'd rather shoot and miss. So I'ma raise my fist and live it limitless. Nou jongens, mijn kamer is helemaal schoon. Alles heeft een plekje. En ja, dat was eigenlijk de video, de opruimvideo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Dit ga ik nu voor de winactie inpakken. Voor de rest heeft alles een plekje en ik ben er super blij mee. En alles is gewoon lekker schoon en opgeruimd. Vind je het nou leuk om te kijken? Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!